Wieger, het is maandagavond en wie bent weer paraat? Met z'n tweeën of met z'n drieën? Mijn vriend is erbij. Mijn vriend, goeiedag hem. Voor de camera en mijn vriend achter de camera, dat is natuurlijk gekje. We gaan vanavond even de prinsenfoto maken. De gezamenlijke prinsenfoto van alle Sassenonkse hoogheden. Komt ze allemaal? Ze komt allemaal, dat was de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling. Er moest wel iemand op die weg, want die moest met een vrachtauto. Maar dat hebben we de uitnodiging gekregen van prins Kinne en we zullen dat doen bij de Spiegel. We hebben al twee leuke dingetjes uitgezocht, dus zullen we naar binnen toe gaan kijken of er al wat is? Laat je maar eens kijken. Gaan kijken. Ja. Hoogheid, gefeliciteerd met uw benoeming. Dank u wel. Als hoogheid van de Gleuvensgroeves. Dank u. Je komt uit een groot carnavalsgezin. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè? De Veldman, Paul Veldman. Ja. Dus een van de... hij is geloof ik net niet de oprichter, hè? Of wel? Nee. Net mijn vader niet, is er... Het tweede seizoen is hij er destijds bijgekomen. Het eerste seizoen was hij medewerker, nog niet in pak. En het jaar erop is hij officieel lid toen geworden. Dus de oudste lid van de Gleuvensgroeves. Dus het carnaval is niet... Is hij met de paplepel zeg maar ingegoten? Dat zat al in mijn genen zeg maar, voordat ik eruit kwam om zo te zeggen. He? Maar om met die paplepel even verder te gaan, ik zie dat je er een garde hebt. Ja. Hoe komt dat zo? Nou ja, mijn naam zegt het natuurlijk ook al, Prins Kokkie. Ik ben al meer dan 25 jaar kok van beroep. En nou ja, dat vond ik dus wel een hele toepasselijke naam om mezelf Prins Kokkie te noemen. Vandaar dus deze ook een mooie garde die ik als wietstok gebruik dit jaar. Die heb je helemaal zelf gemaakt? Nou, het idee van de garde dat had ik zelf bedacht. En mijn adjudant Spijker, daar staat hij, deze zijde, die had een kennis die verschrikkelijk goed in de houtbewerking is. En die heeft deze voor mij gemaakt. En nou, toen ik hem kreeg overhandigd van mijn beide adjudanten, werd ik er wel... heel erg stil van, om het zo te zeggen. Ja. Hij is inderdaad heel mooi. Ja. Daar staat me alleen iets bij. Drie jaar geleden, zag ik je ook al in pak. Nou, dat is alweer iets langer geleden. Alweer langer geleden. Dat is in 2010 geweest. Met Prins Lol was ik destijds adjudant Broek. Ja. Ja, dat klopt. Dat was met onze Henkie. Ja, Henkie Dijkslag. Henk Dijkbeslag heet hij. Dijkbeslag, is dat de Henk Dijkbeslag? Ja, tegenwoordig Henk Dijkbeslag. Oké, dus als we nu tegenkomen, dan moeten we hem aanspreken met Hoogheid Kokkie en Prins Dijk. Of Oudvorst. Ja, Dijkbeslag. Dijkbeslag. Ja, ja, dat verkiezen, hoe is dat gegaan? Ja, hoe gaat dat? Bij de Gleuvensgroeves doen Oudvorsten dat. En die gaan een avondje bij elkaar zitten en... Er worden een aantal kandidaten genoemd en daar gaat de commissie, dat is in dit geval Forst Lol, Forst Bertus en Forst Jan, die gaan daar een keuze uit maken. En dat uiteindelijk hebben ze de keuze op mij laten vallen en dan word je op een gegeven moment gebeeld, in dit geval eind april al. En met de vraag, dat is een mooie tijd. Ja, dat is zeker een mooie tijd. Ja. En wil jij de nieuwe hoogheid van de Gleuvensgroeves worden? Nou, bedanktijd van een paar dagen genomen? Nou nee, een kwartiertje. Ongeveer denk ik dat het heeft geduurd. Dat is natuurlijk een enorme eer als ze je ervoor vragen. Ja. Ja, daar kan ik geen nee op zeggen. Nee. En dan kan ik me nog een klein beetje indenken dat je een nog ene uit het, als een adjudant neemt van nog een carnavalsgeslacht. Ja, dat doe je op mijn adjudant Bonkie. Denk ik. Ja, die keuze was heel snel gemaakt. Jan in dit geval heet hij van zijn eigen naam, Jan Rebel, die is al een jaar een hele goede vriend van mij. Al, en dat gaat ook al terug, vanuit de beginjaren van de Gleuvensgroeves. Zijn vader en moeder die hadden een fruithandel. En ja, die hebben destijds in de eerste Weidjestraat hadden ze, zeg ik dat goed? De pakhuizen. Het pakhuis en daar werd even jarenlang de Gleuvensgroeves hun wagen gebouwd. Ja. Nou, dat weten we dan. En dan krijgen we Spijker. Ik ken Spijker alleen maar als de man van Dorien. Ja, nou, en die komt dan ook weer van een carnavalsgeslacht, van de Veer. Van de Veer, ja. Dorien is jarenlang dansmarieke geweest bij de Gleuvensgroeves. En
Had je dan Spijker is mijn buurman. En ja, het is altijd zo moeten, heeft moeten lopen. En wij bezoeken sinds enige jaren de thuiswedstrijden en een aantal uitwedstrijden van onze geliefde club PEC Zwolle. En dus mijn tweede keuze voor adjudant viel op hem. En ja, dat was toch wel degene waar ik denk van, ja, zou die wel ja zeggen? Dus dat was een zware dobber voor mij. Maar uiteindelijk hij heeft volmondig ja gezegd en daar ben ik enorm blij mee. Ik wil zeggen, ik kan me nog wel iets uit de tijd herinneren dat Dorien, dat ze nog verkering hadden en dat hij nou niet zozeer een carnavalsminded persoon was. Nee. Dat, maar hij komt natuurlijk wel een mooie carnavalstad. Hij komt uit Raalte van oorsprong. Dus ja. Hij weet in ieder geval wat carnaval is, dus dat gaat helemaal goed komen. Daar ben ik niet bang voor. Wel hartstikke mooi. Wat is zo'n leus voor dit jaar? Een leus is, het slaat een beetje op met koken en een beetje een reclame-tientje zit er eigenlijk in. Dat is carnaval voor groot en klein, feesten met puntskokkie, daspaswijn. En dat slaat dan op de Paturijn reclame van vroeger, daspaswijn. Oké, ja. Dus dan moeten we nog een wat andere dingen erbij zeggen, dan hoeft dat niet. Nee, dat hoeft niet, hè? Nee, zo zijn we dan ook weer niet. Hè? Dus dan hebben we, als ik het al goed begrijp, twee koks. Ja, nou, kinderen, dus ook een beetje een kok. Een culinaire prins eigenlijk, hè? Ja, ja. Dat klopt, ja. Dus dat was ook... Ik heb de mazzel, of hoe je het ook wilt noemen, dat ik als laatste prins bekend word in Sassendonk. Ja. Dus het voordeel ervan is dat je al die nieuwe hoogheden al ziet en ook dingen natuurlijk van ze te weten kan komen eerder. Dus daar heb je natuurlijk wel een beetje een voordeel mee als prins der Gelovenshoven zijnde. Ja. Dus ik heb ze al gewaarschuwd. Ik zei, jongens, maak je borst maar nat aankomende week als ik bij jullie op de recepties verschijn. Nou, dat is mooi. Ja. En dan, ik denk, Wieger, zoon die genoeg hebben, zoon? Denk het wel, hè? Wieger, die heeft wel genoeg, zoon. Wieger, die heeft wel genoeg, hè? Nou, dan rest mij nog bedankt. En ik hoop dat jullie een gigantisch fijn seizoen zullen hebben. Gaat vast en zeker lukken. En veel plezier. Hartstikke maak er een bedankt. Heel wat moois van. Spijker, meneer Spijker. Ja, had je dan Spijker? Jij ook? En had je dan Wonky? Ja. Ik hoop dat jullie een mooi seizoen hebben, jongens. En gaat bedankt zeker voor het interview. Kom. Jullie ook bedankt. Ja, hartstikke graag gedaan. Bedankt. Thank you.
Kom in. Kom ik weer, hè? Ja, ben je wel zichtbaar? Ja, en we hebben een lange molen. Dat kan ik nog niet hebben, nee. Voor wie ligt dat dan zondagmiddag? Ja, Hans. Ja, André Jurgen. Ja, mag gewoon naast. Ja. Oké. Oh, zeg maar, geef hem bij de grote kop. Oké. Van de grote kop. Ja. Nou, zie, jonge meisje. Hartstikke leuk. Dat doe ik altijd zo. Ja, eerlijk wel. Kunt de versie op. Niks. Van hem shop ik niks weer. Ja, helemaal. Lachen alle horen, toe dan. Nou, ik ben klaar. Ik weet niet wat jullie dan willen maken. Gerard, wat gaan we hier nou doen? Want die stond bij een automaat, maar... Ik moet een kaartje kopen. Kaartje kopen? Dat heb ik al, maar die moet betalen. Waarom dan? Je komt net bij een bord weg van vrij parkeer. Ja, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor ons. Maar je bent toch ook in de spiegel? Ja, maar ja, niet voor ons denk ik, Hans. Jeetje, Mina. Het gewone volk wat weer, kan weer betalen. Ik kan nou wel wat zeggen, maar dan moet er zoveel piepjes, piepjes, ja, piepjes. Ja, nee, laten we dat maar niet doen, al die piepjes. Nou ja, laten we maar betalen. Gewoon maar betalen? Gewoon gepurpel zijn we weer, hè. Ja, we zijn weer terug bij jacht. Gewoon een klootjesvolk. We zijn weer helemaal terug bij jacht. Wat wil jij zo'n ding? Oh, dat is zo. Niks tegen na te zeggen dat ik mijn passie gebruik, hè. Ja, niet die pincode fotograferen, hè. Niet nu doen. 320, alsof je hem al weer gooit. Volg de instructies op de betaalterminal. Terminal, het is gewoon een onderwets automaat. Ja. Jongen. Wil iemand er aan helemaal bellen voor mijn pincode, want die krijg ik normaal nooit mee. Nou, zie je, hij doet het niet. We komen niet weg, jongens. Nou, dan gaan we weer. We blijven hier zitten. Kaart geweigerd. Zie je dat, Batsen? Ja, kaart uitnemen. Nou, aju, we gaan lopen naar huis. Nee, toch, anders slikt hem straks weer in.